Ik ben al 15 jaar verpleegkundige. Ik wilde vroeger altijd timmerman worden. En nu ben ik brandweerman. Goede keuze geweest. Ik ben juf. Mijn werk is reiniging. De baan van mijn leven. Had ik veel eerder moeten doen. Ja. Ga je iedere dag met de plezier naar mijn werk? En dat is echt genoeg. Als ik gezond zou zijn en ik zou langer mogen, dan zou ik het doen. Met alle liefde, al word ik 80. Op het moment dat wij te plaatsen komen, is er altijd wel wat aan de hand. En iedereen rent weg. En wij gaan naar binnen. Je ziet waar problemen zijn en je springt erin. En je helpt mee. Ik denk in de eerste plaats dat je mens bent. Ik denk dat een van de belangrijkste eigenschappen is. Een mens wil zeggen in mijn ogen dat je bereid bent om iemand te helpen. Als ik zie dat deze doelgroep toch steeds elk jaar wat meer presteren zonder dat ze het in de gaten hebben. Ja, dat geeft mij een heel veel voldoening. Het gevoel dat als een kind wat leert en wat oppakt en dat ze het snappen. Het kan niet anders dan dat het je raakt als mens zijn. Hoe kun je die mensen helpen, op wat voor gebied dan ook? Ik denk dat het samen binnen het geheel is. Ik denk dat we allemaal een soort roeping hebben in dit werk. Ik denk dat als je kijkt naar die verschillende beroepen, dat er die relatie een heel belangrijk is. Een relatie tussen mensen en jouw relatie tot mensen. Iedereen werkt samen, zeg maar, de buren, wij ook, de mensen hier. Je moet het met je team doen, dus je moet ook zeker weten dat je team op jou kan bouwen, maar ook vice versa. Ik noem het broederschap. Heel romantisch, maar het is wel zo.